Hey, ik wil met je praten over sterk starten. En eigenlijk is het thema wat ik een beetje wil zeggen, is Absalon Anders. Je kent misschien Hans Anders wel, maar dit is dan een beetje de christelijke variant. Oké? Dus Absalon Anders. En ik weet niet, als je wat langer meeloopt in de evangelische wereld. Ik merk dat sommige jongere mensen weten, als ik zeg Absalon Geest, dan zitten ze me aan te kijken, waar heeft hij het over? Maar de veteranen onder ons in de evangelische wereld, die gaan rechtop zitten. Gaat hij het nou hebben over de Absalongeest? Nou, dat wordt wat, ja. Dat was zo'n geest in de kerk. En die moet je er dus vooral uitgooien, die geest. Want ja, Absalon stond op tegen zijn vader, stootte hem van de troon, ging er zelf op zitten. Ja, dat is natuurlijk niet het koninkrijk van God idee. Dus dat moeten we vooral niet hebben. Iemand met mij hier die weet, oh man, je had de mannelijke vorm Absalons geest en je had natuurlijk de Izebel geest. Nou, die laat ik even liggen, dat gaat over vrouwen, dat is veel te ingewikkeld, daar ga ik niet over hebben. Dus ik hou het even over hoe mannelijk is de kerk, we gaan het hebben over de Absalon. Maar het is anders dan je denkt, en ik zie er naar uit om daar wat over te delen. Nou, ik ga eerst eventjes, weet je, ik wil dat God spreekt tot je. En straks aan het eind van mijn woord nemen we ook even een momentje gewoon bij de Heer te zijn, de Heilige Geest laten werken. En God wil je in de vrijheid brengen. En hij wil je meenemen aan de hand om die stappen te nemen. Ik ga eerst eventjes naar Genesis. Het overbekende verhaal van Adam en Eva. Genesis 2, vers 11. En dan hebben ze gegeten van de boom waar de Heer van had gezegd, ja, dat mag je dus niet doen. En dan verstoppen ze zich enzovoort. En de Heer roept ze. En dat is een heel mooi principe. Wij schamen ons soms en verstoppen ons een beetje. En God komt juist naar je toe. Don't run from him, run to him, zeiden we wel eens. Ren niet weg van hem als je een stomme fout hebt gemaakt. Maar ren naar hem toe, zei Heer, ik heb u nodig. Dat is heel belangrijk. God komt ook naar jou toe. Wil je helpen en weer opnieuw oprichten. Er is geen veroordeling, maar er is hoop in zijn naam. Dus hier, en dan staat er, heb je van die boom gegeten, waar ik van had gezegd, moet je niet doen. Toen zei Adam, ja, de vrouw die u mij gaf, die heeft gegeten, die heb ik gegeten. En dan zegt God, Eva, wat heb je, ja, de slang, je kent het wel, hè. De slang, die zei, ja, dus ze zijn al heel snel, heel goed, wij mensen, om de schuld af te schuiven naar iemand anders. En daar begint het, daar gaan we een beetje op inzoomen vandaag. Een tijdje geleden. Ik raad je aan om mensen om je heen te hebben die jou helpen een betere persoon te worden. Een betere volgeling van Jezus. Een betere communicator, want communicatie is key in je leven. Als je iets wilt bereiken, werk aan je communicatie, want dat is zo belangrijk. Je kan het allemaal nog zo goed bedoelen, maar als het verrot je strot uitkomt, dan gaat niemand je volgen. Het zal me wel, hij zal het best goed bedoelen, zijn hart zal op zijn goede plek zitten, maar och, dus dat wil je niet. Je wil. Dus, Mathilde en ik hebben, en wij als keyteam, we hebben mensen die, weet je wel, die ons helpen, coach enzovoort. Dus Mathilde en ik zaten daar een keer. En we gingen een beetje inzoomen op ons, Mathilde en ik. En ik ga niet alles vertellen, dat snap ik wel, hè. Maar iedereen kan nog beter worden, oké? Dus ik had mijn verhaaltje voorbereid en ik zei tegen die coach, ik zei, moet je horen, ik ga eens even vertellen hoe dat werkt hier bij ons. Dus ik begon mijn verhaal, ik zal wel een voorbeeld geven van de week. Bij regel 3. Ik was net begonnen. De afspraak zou 1,5 uur zijn. Dus ik dacht, ik neem even mijn moment. Ja toch? Mijn verhaal doen. Bij regel 3. En sindsdien heeft hij nog een paar keer gedaan. Bij regel 3 zei hij, Erend, weet je zo? Mag ik je even helpen? Ik zeg, ik ben net begonnen met mijn verhaal. Hoezo mag ik je? Hij zei, mag ik je helpen? Ja. Ik dacht, ja, ik betaal die man goud geld. Dus ja, help maar, ja. Hij zei, ik hoef je verhaal niet te horen. Hij heeft het ook nooit gehoord, nooit afgemaakt. Elke keer als ik weer probeerde, zei hij bij regel 3. Dan dacht ik, komt hij weer met, mag ik je helpen? Dit is wat hij deed. Hij zei, ik wil nu met je naar wat er gebeurt bij jou van binnen. Wat het verhaal ook is. Verhaal is niet belangrijk.
Ik wil je helpen, wat gebeurt er nu hier binnen? In je hart hier. En eerst was ik een beetje, ja, wat heb ik daar nou, man? Zo kom ik nou. Maar dat was wijsheid. Dat was heel goed. En als je wil groeien als christen. Als we elkaar willen helpen in de gesprekken, in de momenten, dingen waar je tegenaan loopt. Misschien in je familie, op je werk. Misschien wel hier in de kerk. Soms is het heel goed om te zeggen, joh, bij regel 3, weet je, ik hoef dat hele verhaal niet te horen. Wat gebeurt er hier? Wat gebeurt er hier? En daar wil ik een beetje op inzoomen. En we gaan kijken naar die Absalom. En we gaan kijken wat er gebeurde bij Adam en Eva. Eerst even, weet je, wat gebeurde er nou? De mens geloofde een leugen, dat was nummer 1. Er ging fout in het denken. Toen kwam de daad, de mens zondigde, dat is 2. Toen kwam de schaamte. Je weet waarschijnlijk wel, ze gingen zich dan bekleden enzovoort en verstoppen voor God. En natuurlijk dan nummer 4, ze namen geen persoonlijke verantwoordelijkheid. Ja, Eva, ja, de slang enzovoort. En als je nou, als je je bekeert, dat is een ouderwets woord, lekker ouderwets, bekeren, wat is dat nou? In de Griekse taal staat daar vaak in de grondtekst metanoia. Ik zal het wel verkeerd uitspreken, maar dat is metamorfose. Weet je? Een complete ommekeer, 180 graden omdraai. Je hebt het wel eens eerder gehoord van, maar misschien er was daar dat grote oorlogsschip met kapitein Hubbeldepub op de boeg. En die waren daar in de grote wateren. En er was een licht daar in de verte, dus hij geeft een signaal. Je moet opzij, wij zijn kapitein Hubbeldepub, groot oorlogsschip. En hij kreeg een bericht terug, we gaan niet opzij. Hoezo, wat? We gaan niet opzij. Weet je wel wie ik ben? Ik ben kapitein Hubbeldepub en jij gaat opzij. En toen kreeg hij een bericht terug, ik ben een vuurtoren. Op dat moment draait je hele denken 180 graden om. Nou, dat is bekeren. Dat je helemaal, dus al die 4 dingen die we net noemden bij Adam en Eva, bij bekeer, bij ommekeer, als je Jezus leert kennen, wordt het allemaal precies andersom. Let maar op. Jezus, ja, hij leert het ons. En mens neemt verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is. Daar begint het. Niet met de wijzende vinger. Maar dat je gewoon kan zeggen, ik heb een fout gemaakt. Ik heb het fout gedaan. Ik moest op onze vakantie, op Gran Canaria, moest ik gewoon een keer naar Mathilde toe gedaan, in de ogen gekeken, recht voor haar gaan staan. Ik heb het fout gedaan, dit had niet mogen gebeuren, punt. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, mijn been is nog steeds niet genezen. Het ziet er allemaal heel leuk uit nu, maar die wond is kleiner, maar nog steeds open. En zelfs de chirurg, dat is echt fijn. Dus, oh, dat duurt wel erg lang, hè, meneer? Ja. Dus dat. Het ziet er allemaal heel mooi uit zo, maar bid voor mij. Dus je kan zeggen de omstandigheden en maar zeg nee, dit had zo niet mogen gebeuren. Punt. En het grappige is, dan komt er lucht. Dan komt er een soort opluchting. Dan gebeurt iets in jou van binnen. De tweede, die schaamte, die wordt doorbroken. Je verstopt je niet langer meer. Je staat voor wie je bent. Je staat voor je daden. Ook de verkeerde, de keuzes enzovoort. En je zegt, ik neem verantwoordelijkheid. De derde, je erkent, je beleidt en je vraagt vergeving. Je vraagt vergeving aan de persoon waar je pijn hebt gedaan. Je vraagt vergeving, vergeef me, kan je me vergeven? En de mens nummer 4 rekent af met de leugen die erachter zat. Er zit vaak een leugen achter die je bent gaan geloven en dan bent gaan luisteren. En daarom heb je die keuze gedaan of die daad gedaan. En het is, zie je dat alles precies om wordt gedraaid als je Jezus leert kennen en als je hem gaat dienen. Nou, ik ga een beetje met je praten over Absalom anders. Het hele verhaal staat in 2 Samuel, 13 tot en met 20. Dus ik hoop dat je even tijd hebt, dat komt nu op het scherm. Nee. 7 lange hoofdstukken. Ik ga een beetje proberen het allemaal samen te vatten, is dat oké? Okay? We beginnen eventjes als inleiding in Hebreeën 12. Vers 15, de herziende staatvertaling. Zie erop toe, let er goed op, dat niemand achterop raakt in de genade. Kan dat ook nog? Ja. Je kan achterop raken in de genade. Je kan in de genade leven van de Heer en toch een beetje achterop raken. Let daarop. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt. Heb je dat wel eens gezien? Hoe dat onrust, bitterheid en dat verspreidt zich, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Nou, we gaan een beetje kijken naar die Absalom. Ik dacht altijd dat Absalom is maar een hele nare vent. Hij stoot zijn eigen vader van de troon. Dat is een en al rebellie. Hij wint de harten van de mensen voor zichzelf. En hij bouwt zijn eigen koninkrijk.
En uiteindelijk zorgt God ervoor dat hij sterft. Nou, dat moest ook wel, want hier was niks meer. Dat is vaak het beeld wat sommige mensen hadden. En ik vroeg ook over die Absalom. Nou, dat valt wel mee. Absalom was niet zo'n nare vent. En we gaan een beetje kijken hoe dat nou zat. Absalom was dus de zoon van koning David. En hij had een zus, Tamar. Een volle zus, dus ook de dochter van koning David. Zelfde vader, zelfde moeder. Tamar. Absalom, zus, Tamar. En dan heeft hij een halfbroer, die heet Amnon. Andere moeder. Wel David als vader, maar een andere moeder. Die Amnon, die wordt helemaal verliefd op Tamar. De Bijbel zegt dat Tamar was een hele knappe vrouw. En als de Bijbel zegt een knappe vrouw, reken dan maar. Dat was Miss Israël in die dagen. En dat was zijn halfzus. Hij wordt helemaal verliefd. Ik weet niet of het verliefdheid was of lust. En hij met een list, dat hij dan ziek is, dat ze eten kon brengen. En dan pakt hij haar en dan verkracht hij haar. En er is verkrachting en er is incest. En dan draait dat als een blad in een boom om. Hij was dan zogenaamd heel verliefd. En de Bijbel zegt, toen hij dat gedaan had, begon hij haar te haten. Ken je dat? Misschien niet. Maar dat je ineens gebeurt. En hij stuurt haar weg. En Tamar, dus de zus van Absalom, is een gebroken vrouw. Van de een op de andere dag. Hoe mooi ze misschien ook was. Een gebroken vrouw. En ze wordt weggestuurd. En wat doet David nou? David is hun vader. Hij wordt boos, zegt de Bijbel, maar hij doet niks. Hij doet niks. Nou, in de Israëlische, in de wetten van Mozes, die toen golden, eigenlijk stond hier gewoon de doodstraf op. Incest en verkrachting. En koning David doet niks. Hoe komt dat nou? Weet ik niet, maar het zou kunnen zijn. Twee redenen. Maar het is één hoofdstuk terug. David staat niet in een goed seizoen. David, de man van Gods hart, maar hij staat niet in een goed seizoen. Eén hoofdstuk terug, dan staat het ten tijde dat de volken ten strijde gingen trekken. Dus dat een koning voorop moest gaan om die strijd te leiden. Bleef hij thuis, liep een beetje heen en weer op zijn dakterras. Je kent misschien het verhaal. Ziet daar Bathsheba en vindt dat een hele mooie vrouw. Lekkere geschiedenis is het allemaal. En die neemt haar, verkracht haar, komt erachter. Ze raakt zwanger, kindje overlijdt even later. En hij komt er ook nog achter. Oh, ze had ook nog een man, ze is getrouwd, wacht even. En hij zorgt ervoor dat die man omkomt in de oorlog. Dus hij vermoordt eigenlijk die man en verkracht Bathsheba. Dat was één hoofdstuk ervoor. Nu is het deze situatie in zijn eigen gezin, over zaaien en oogsten gesproken. En hij zegt niks, misschien wel omdat hij... Ja, wie ben ik nou? Weet je wat, ik ben net terug van mijn overspel met Bathsheba. En nou moet ik me zo gaan zeggen, dat kan echt niet doen. Je moet gestenigd worden. Weet je dat, voor de Israëlische wetten. Dan had die zoon kunnen zeggen, nou weet je wat, dan gaan we samen gestenigd worden. Dus David doet helemaal niks, hij zegt helemaal niks. En Absalom wordt heel boos. En die ziet het grote verdriet van zijn zus. Het grote verdriet van zijn zus Tamar. En dat David niks doet. Na 2 jaar organiseert Absalom dat zijn halfbroer wordt vermoord. Dat is ook niet goed. Maar hij was zo boos en dat er niks gebeurde. Hij nam het heft in eigen handen, het recht in eigen handen. En hij zorgde ervoor dat zijn broer werd vermoord voor de daad die hij had gedaan. Het gebeuren met Tamar, zijn zus, nu was Amnon dood, maar het beheerste zijn hele leven. En daar gaat het fout. Daar begint die bittere wortel te groeien. Hij krijgt zelf een dochter en die noemt hij Tamar. Bijna een obsessie. Hij is helemaal bezig. En natuurlijk het verwijt wat enorm aan het groeien is. Waarom doet pa, koning David, waarom doet hij helemaal niks? David die zegt, hey, ja, ik, hij weet niet precies wat hij moet doen. Ik verlang toch wel naar mijn zoon Absalom. Absalom was inmiddels ook gevlucht na de moord op zijn broer, op zijn halfbroer, in een heel andere stad gaan wonen. En via, ik zal de details maar een beetje besparen. David vraagt eigenlijk via, kan je weer terugkomen Absalom, in Jeruzalem komen wonen en dan gaan we elkaar ontmoeten. En Absalom was niet zo'n beroerde kerel als dat we dachten. Want hij komt terug, hij zei, ik wil eigenlijk graag mijn vader weer ontmoeten.
Dus hij laat zijn huis los enzovoort. Komt weer terug wonen in Jeruzalem. En de Bijbel zegt, weer 2 jaar lang. Het enige wat koning David doet, hij geeft hem een kus. Dan denk je misschien, nou dat is toch heel intiem. Nee, dat was gewoon een begroeting in het Midden-Oosten. Maar er was geen gesprek. Er was niet, het gesprek gebeurde al helemaal niet. Er was nauwelijks echt contact. En dan zegt Absalom, lees even met me mee, in 2 Samuel 14, vers 32. Absalom zei tegen Joab, Joab had ervoor gezorgd dat hij weer terugkwam. Ik heb een bode naar u gestuurd om te zeggen, kom hierheen zodat ik u naar de koning kan sturen. Waarom ben ik uit Gezer teruggekomen? Daar woonde hij. Het zou voor mij beter zijn geweest dat ik daar nog was. Nu dan, laat me het aangezicht van de koning zien. En dan zegt hij dit, als er nog schuld in mij is, laat hij mij dan doden. Dat is heel bijzonder, dat regeltje. Dus hij zegt, nou woon ik alweer 2 jaar, mijn eigen vader. Ik zit te wachten 2 jaar op een uitnodiging om hem te ontmoeten. Hij wilde dat ik terugkwam om hier komen wonen. Je vraagt je af, wat gebeurde er in die... We zijn nu 4 jaar verder, hè, in het leven van David. En dan zegt hij, ik had beter daar kunnen blijven wonen. En dan zegt hij dit, ik wil mijn vader zien. En als mijn vader zegt, sorry Absalom, hier staat de doodstraf op, dan maar dood. Hij neemt verantwoordelijkheid daar. Hij neemt verantwoordelijkheid, meer dan David deed, hè. Hij zei, ja, ik heb een fout gemaakt. En mijn vader heeft het recht om te zeggen, die jongen moet dood. Daar staat de doodstraf op incest en overspel, verkrachting. Dus zo was zijn verlangen, dat, hoe al kost het me kom, ik wil naar mijn vader terug. En David reageert niet. Dat is toch erg? Dus, wat gebeurt er? Dan begint er iets te groeien, een wortel van bitterheid begint te groeien. Zelfs, hij doet de handreiking, zelfs als u vindt dat ik dood moet, dan moet het maar. Maar ik wil geen reactie. En dan begint er een bittere wortel te groeien. En kan je voorstellen, Absalom begint harten van mensen te winnen om zich heen. Onder andere 1 hele wijze man, Achitofel. Achitofel, ik weet niet of ik het goed uitspreek, die was een van de meest wijze raadsmannen bij David. Een van de meest wijze mannen. De Bijbel is daar heel duidelijk over. De Bijbel zegt dit, als Achitofel sprak, dacht het hele volk, lees je bij me maar, dat God zelf sprak. Zo wijs was die. Hij was de raadsman van David. En die zelfs loopt, als je dat zo wil zeggen, een beetje over naar Absalom. Weet je waarom? Batseba, het verhaal ken je dus, hè? Net genoemd, David pleegde overspel. Batseba was zijn kleindochter. Dus zelfs bij Achitofel, de eerste dienst heb ik geen tijd gehad om allemaal uit te leggen. Zelfs daar was een bittere wortel. Jij, David, koning, ik ben jouw raadsman en ik weet je wel, enzovoort. Maar het was mijn kleindochter, die Batseba. Waar je overspel mee gepleegd hebt, je hebt haar man vermoord. Dus als er iets begint te groeien van bittere wortel bij Absalom, ja, dan resoneert dat in het hart van die Achitofel. Begrijp je hoe dat werkt? Nou, toch is het eigenlijk niet zo. Absalom stuurt zijn vader niet weg. Dat is helemaal niet wat de Bijbel zegt. Wat er gebeurde was dit. Er waren heel veel mensen die wachten op uitspraken, die wachten op hulp van de koning. Die, zeg maar even in gewoon Nederlands, ik zit al 2 jaar te wachten, ik zit al 3 jaar te wachten, ik zit al 1,5 jaar te wachten op een uitspraak, op een rechtspraak, dat er iets recht wordt gezet. Ik hoor nooit wat. Dat is wat Absalom dagelijks hoorde in de straten van Jeruzalem. En zijn hart was van, ja, vertel mij wat. Mijn eigen vader is het. En ik zit nu 4 jaar verder. En er is nog niet het gesprek geweest. Hij doet niks, hij zet niks recht. En dan begint die wortel te groeien. Maar is het nou zo'n beroerde vent? Ja, heel eerlijk gezegd denk ik, ja, ik kan ook wel een beetje meevoelen. Ja. Alleen de keuzes die hij maakt op wat er gebeurt, is fout. Je halfbroer vermoorden is geen oplossing. Wat er ook al, wat het verhaal ook, mag ik je helpen bij regel 3? We gaan geen halfbroers vermoorden. Dat is nooit een oplossing. Wat gebeurt er hier bij jou van binnen? Dat is de vraag die eigenlijk ook Absalom zichzelf steeds aan moet stellen. Wat gebeurt er hier bij jou van binnen? En de les is hier. Absalom had echt een punt, hè? Had echt een punt. En David was de afwezige vader, de afwezige koning, jarenlang. Het verhaal, maar
Er groeide een bittere wortel in zijn hart. En andere mensen, die, ja, dat begon allemaal te rezen. Ik begrijp je wel, ik begrijp je wel. En dan begint er iets heel ongezonds te groeien. Dus ze zeggen tegen David, David, jouw zoon Absalom is wel heel erg populair aan het worden. Weet je wat David dan zegt? Hij zegt eigenlijk niks in al die jaren. En dan zegt hij, oh ja, nou dan ga ik wel weg. En hij verlaat het paleis. Hij heeft 10 vrouwen, zegt tegen de bediende, zorg goed voor mijn 10 vrouwen. Neemt de stelste datum mee en vertrekt. Nog niet het gesprek, nog niet de confrontatie, nog niet. Hij laat het allemaal maar gebeuren. Kan je je dan voorstellen, David is Jeruzalem uit. Absalom, de zoon van de koning, is er wel. Kan je je voorstellen dat het volk dan zegt, joh, kan jij niet koning worden gewoon? Neem jij het gewoon over, jij begrijpt ons. Je weet ook, net als wij, dat jouw pa, daar hebben we niks aan. Waarom doe jij niet? Waarom neem jij niet? En zo begint dat. En als je het goed bekijkt, dan is het wel een beetje begrip. Vind je niet? Krijgen we een beetje meer begrip voor Absalom? Een beetje meer. Vooral de wat oudere christenen, zeg maar. Wat waren wij toch snel met onze conclusies, hè? Oh, Absalom was wel helemaal verkeerd, zeg. Hey, jongen. Nou, hij maakte een paar grote fouten. Maar de les die erin zit, is hoe iets groeit. Daar kunnen wij wat van leren. Die bittere wortel. Uiteindelijk komt er natuurlijk een strijd tussen Absalom, de legers van Absalom en de legers van David. En die gaan ten strijde. En wat er dan gebeurt, Absalom was ook een hele knappe vent om te zien. Hij had heel lang haar. Eén keer, heel dik, mooi lang haar, zegt de Bijbel. Eén keer per jaar ging hij naar de kapper. Want zijn haar werd zo zwaar dat hij het niet meer kon dragen. Staat in je Bijbel. Maar dat mooie lange haar van hem kostte hem de kop. Want hij was aan het strijden. En toen hing hij met zijn haar in een boom. Zijn paard rent verder. En hij wordt doodgestoken. En wat er dan gebeurt is dat God, je wil altijd een conclusie hebben. Waar is God in dit verhaal? Absalom had wel een punt, een beetje gelijk, begrijp ik wel een beetje. En God herstelt dan het koningschap van David. God zegt gewoon, ik was nog niet klaar met David. Hij heeft een paar jaren achter de rug van dip en moeilijk, maar ik was nog niet klaar met hem. En God herstelt, het hele volk zegt dan uiteindelijk weer, we willen koning David terug als koning. En hij wordt met veel fanfare, veel positieve fanfare, dus wordt hij binnengehaald de stad in. En hersteld als koning. Wat een les. De les die wij daarin zien, is dat je heel goed moet opletten met wat gebeurt er van binnen. Wat gebeurt er van binnen? Absalom liet iets groeien. Hij liet die bittere wortel groeien. Hij had een punt. Hij had gelijk. Maar God legt de verantwoordelijkheid bij Absalom over hoe hij daarop reageert. Hoe hij daarmee omgaat. En je vraagt je dan af, mag ik dan niet opkomen voor gelijk? Jij en ik, je hebt vragen over, ja, maar dit is oneerlijk. Het is toch zo? Dat kan toch niet? Die Tamar, dat meisje, onschuldig. Haar leven is geruïneerd. Er moet toch wat gebeuren? Je hebt een punt. Dit is de les. Als je je gelijk niet haalt, als je het niet krijgt, je probeert een gesprek, dan komt er dat moment als het niet lukt. Als het wel lukt, ben je klaar. Maar als het niet lukt, geef je terug aan God. Dat is de les. Of er begint iets bitters te groeien hier. Of je geeft het terug aan God. En zei, Heer, ik wil in de genade leven, ik geef het terug aan u. Ik snap het niet. Dit is niet eerlijk. Soms is het die schreeuw in je hart, dit is niet eerlijk. Maar klopt, soms klopt dat gewoon. En wat doe je nu? Kan je dan groeien in vertrouwen naar God toe? Zeg, Heer, ja, u heeft het laatste woord. Ik ben geen rechter, u bent de rechter. Ik geef het terug aan u. Ik wil niet hiermee rond gaan lopen. Dit is mijn keus. Of er groeit iets van bitterheid of van vrijheid. Ik terug aan de Heer. Heer, nou, ik snap het allemaal niet, maar ik geef het aan u. En dan moet je heel bewust doen. Ik geef het aan u. Ik ga niet luisteren naar al die andere mensen die ook allemaal, weet je wel. Kijk, als Absalom en Achitofel samen een kopje koffie zaten te drinken, ja, die zaten elkaar lekker te bevestigen in alle fouten die David had gedaan. Daar begint natuurlijk een enorme wortel te groeien. Wees heel voorzichtig met dat soort dingen. Zorg goed voor jezelf. Goed voor jezelf zorgen is als christen, hè? Niet altijd dat jij je gelijk krijgt. Goed voor jezelf zorgen betekent dat je je hart bewaakt.
Je krijgt niet altijd gelijk. Al ontdekt, er gebeuren heel veel oneerlijke dingen in deze maatschappij. Al ontdekt, er is één psalm, ik ben even vergeten welke, waar David spreekt over de voorspoed van de ongelovigen. Een heel verhaal, hoe kan dat nou? Hun lichaam is perfect, ze hebben gezond en geld, alles fantastisch. En ik probeer de Heer te dienen, hoe zit dat nou? En die psalm, weet iemand welke psalm dat is? Ergens, 37 of zo, ergens daar in de buurt. En dat hij dan zegt, let op het eind. Maar toen ik het eind van hun wandel zag, toen begreep ik het. En toen kwam David in het huis van de Heer, aan het eind van zijn wandel. En hij zag ook het eind van mensen die alleen maar voor zichzelf hadden geleefd en hun einde. Dus weet je, dit is de les. We gaan even een momentje bidden. Ja, jij kan kiezen voor jouw vrijheid. Door terug te geven, door... Zeg, Heer, het is niet eerlijk, ik snap het niet allemaal. Maar u bent de rechter, niet ik. En ik wil in de vrijheid wandelen. Ik wil je vragen gewoon even, als het je helpt, focus even op de Heer. Focus op jouw hemelse Vader. Focus op de Heilige Geest. En misschien doe je oog even dicht. En misschien zijn er wel dingen waarvan je denkt, ja, dat was niet eerlijk. Het is toch zo, ik heb toch een punt. Ik heb toch gelijk. Kan toch zo niet? En dat je nu ineens denkt, ja, maar ik ga geen bittere wortel laten groeien. En wat ik nu doe is, ik geef het terug aan de Heer. En het helpt mij soms om gewoon zo, weet je wel. Heer, ik geef het terug aan u. Hier is het allemaal. Ik snap het allemaal niet. Maar ik kies voor vertrouwen in u. Dat u de rechter bent en niet ik. Ik kies voor vertrouwen dat u het allemaal snapt en begrijpt. En u heeft het laatste woord. En ik kies voor de vrijheid van vergeving. En van wandelen met u. Ik draag niet de last van de bitterheid. Ik geef het terug aan u. En misschien moet je wel denken aan een bepaalde situatie. Misschien in je gezin. Misschien op je werk. In de familie. Misschien hier in de kerk wel met mensen. Omdat je zegt, ja, ik zorg goed voor mijn eigen hart. Geen bitterheid. Geen bitterheid. Ik wil niet ergens achterop in de genade. Ik wil vol in de genade van de Heer. Vergeef me, Heer. Hier is het allemaal. Ik geef het aan u. Ik geef het aan u, Heer. En ik ontvang uw vrijheid. Ik ontvang uw goedheid. Ik ontvang leven en overvloed. Wat u mij geeft. In Jezus' naam.